Yo, het is Tito weer en zijn weer met een nieuwe aflevering van Minecraft. In deze aflevering gaan we deze hele mooie, maar heel smal huis maken. Zoals je ziet aan de zijkanten, het is niet zo heel erg breed, maar het is op zich wel een heel mooi huisje. En vooral met deze details zo erin, dan kan je wel zeggen dat het een mooi huisje is eigenlijk. Dus geef de blauwe duimpjes omhoog voor dit hele mooie huis. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En here we go. En we beginnen met eikenhout. Dan maken we weer 5 hoog. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we 6 naar rechts toe. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dan gaan we hier weer een paal onder maken van 4. Dan gaan we weer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doen we dat weer een paaltje. Zo. En gaan we weer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan hier nog. Oh. Wel daaronder. Heel goed. Zo. En dan gaan we eigenlijk nu nog een keer doen. Dus maar dan deze kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat doen we met alle palen. 1, 2, 3, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En deze kant. 1, 2, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan gaan we nu naar onder. Plaatsen we het blok. En dan. Nee. Wel onder. Ja. En dan doen we bij alle palen. Doen we hetzelfde. Zo. Aan deze kant. En dan deze. En dan gaan we ze met elkaar verbinden. Zo. Als we dat hebben gedaan, dan pakken we de eikenhouten planken erbij. En die gaan we aan de binnenkant van het huis gaan we dat helemaal invullen. Zo. Zorg er wel voor dat je aan de binnenkant van de palen blijft. Ja, en deze kant. En dan laten we hier een deur. Dat is in het midden van het huis. Zo, dan heb je daar de deur zitten. Dan pakken we de keien erbij. En dan maken we hier een mooi deurtje. Doen we zo. En dan gaan wij naast de palen. Maken we overal 2 hoog keien. Zo. Dan daar en daar eentje. Hier en die. Hey. Nou, die gaat weg. En daar eentje. Zo. En dan gaan we met de eikenhout gaan we bovenop de keien. En dan maken we weer een mooi cirkeltje erbovenop. Deze kant op en dan weer naar achteren. En deze kant de laatste. En dan gaan we met de witte ramen. Maken we weer overal raampjes in. Hé, hey, jij niet. Ja. Zo. Aan deze kant. Hier komt de deur. De laatste raam. Zo. Dan is dat gedaan. Nu gaan we de dak doen. Dan doen we met de trap van keien. Doen we aan de zijkant van deze hout. Van dit hout. Doen we aan de andere kant doen we precies hetzelfde. Zo. Zo. En dan hier eentje. Zo. En dan aan de buitenkanten gaan we een trapje op zijn kop zetten. Ja. En dan daar eentje. En dan gaan we hiermee gaan we door. Hey. Zo. Dit is dan 4. 5. Zo. Zo. Zo.
En dan aan de binnenkant van het huis doen wij eikenhouten trappetjes. Dan met eikenhout. Eikenhout die plaatsen we zo er tegenaan. Dus krijg je dan een beetje een mooi effect zo. Zo. En dan deze kant. En dan blijven we, zeg maar doorgaan. Totdat je in het midden bent van het huis. Nou. Het wil niet echt meewerken vandaag. Ja, jij gaat daar en jij gaat daarheen. Hier. Jij gaat daar. En jij gaat daar bovenop. Zo. Wat we ook nog even gaan doen is hier in het midden doen wij nog 5 hoog. 1, 2, 3, 4, 5. Deze ook. 5. En deze kant ook. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En dan tussenin maken we ook weer de palen aan elkaar verbinden. Dan krijgen we dit. Oké, dan gaan we gewoon verder met het hele dak. Jij gaat omhoog. Ja. En dan blijven we zeg maar omhoog gaan. En omhoog gaan. En omhoog gaan. Totdat je in het midden bent uitgekomen. Van het huis. Dus dat is bijna hier. Nog eentje of twee. En doen we met het hele dak, doen we eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Zo. Jij gaat daar. Daar. Daar, daar. En dan sluiten we af met een trap van keien op zijn kop. Dan krijgen we dit. En dat, en dan zou ik even één kant, deze kant zou ik even dan doen. En dan de andere kant doe ik even zelf. En dan zie ik jullie zo weer bij me terug. Dus dan hebben we deze. Deze helft hebben we dan helemaal gehad. Ho. Het wel goed zetten. Zo. En dan de laatste. Jij gaat hier. En als we op het midden zijn aangekomen, dan doen we keienplaat. En die doen we als laatste er bovenop. Oké, ik ga even deze kant even helemaal afmaken. En dan zie ik jullie zo weer bij jullie terug. Oké, als we het dak af hebben gemaakt helemaal. Oh, ik ben hier eentje vergeten. Dan gaan we in het midden van het huis. Pakken we de eikenhouten planken erbij. En dan maken we de muur zeg maar helemaal dicht. Doen we hem allemaal met houten planken. Zo. Oh, hier. En de laatste, daar kom ik net niet bij. Zo, zo en zo. Oké, dan gaan we naar de buitenkant van het huis. Dan heb je dit. Dit mooie vierkant houten, eikenhouten. Vierkant. Ja. Dan pakken we de trap van kei erbij. Dan doen we 3 naast elkaar. Aan de zijkanten doen we trappen naar de trappen toe, zeg maar. Zodat het tegenaan dus een mooie hoek krijgt. Oké, dan pakken we de trap. Eén doen we zo en de andere doen we die kant op. Dan pakken we keiplaat. Die doen wij 1 boven, 1 boven en 1 onder. Dan krijgen we dit. Dan pakken we de trap van keien. Die doen we op zijn kop weer bovenop de andere trap. Die kant en die kant. Dan pakken we de keienplaat. Doen we 1 zo, 1 zo en 1 zo. Dan pakken we de trap van keien. Die doen we naar boven toe.
Of op zijn kop. En dan doen we er twee. Doen we op normaal. En dan keiplaat. Eén boven en één boven. Dan krijgen we dit. Oké, en dan de rest van de gaten, zeg maar. Doen we zo. En dan hier, hier en hier. We halen één weg. Ja. Zo en zo. En jij ook even dicht. En doen we hier, doen we één raam. Doen we aan de andere kant, doen we dat precies hetzelfde. Dus die gaat en zo. Zo, helemaal naar boven toe. Jij komt daar, daar. Hey, daar, daar. Dezelfde hoogte. Ja. En dan plaatsen we hier weer een glasraam. Aan deze kant doen we dat precies hetzelfde. Ik heb hier had ik al gedaan. Ja, dan doen we hier gewoon weer precies hetzelfde. Wat we aan de andere kant ook hebben gedaan. Ja. Zo, zo en zo. En die gaat dicht. En dan hier één witte raam. Deze kant ook weer. Zo. Die en die. Dan, jij gaat daar en daar. Witte raampje ertussenin. Krijgen we dit. En deze, de bovenkant, maken we ook helemaal dicht. Even kijken, kom ik er nog uit? Ja, ik kom er nog uit. Kom nog net uit. Zo. En dan maken we hier. Nou, doe ik het weer. Nou, maakt niet uit in principe. Zo. En de laatste. Die gaat hier bovenop. Dan pakken we weer de trap van keien. Doen we 1 op zijn kop. Doen we er weer 2 ook op zijn kop. Deze kant, deze kant. En dan 2 normaal in de hoeken. Nou, 1 op zijn kop in het midden. En dan de keienplaten. 2 zo. En 1 zo. Dan krijgen we dit. En aan de andere kant doen we dat uiteraard weer precies hetzelfde. Dus dan pakken we de eikenhouten planken. Maken we dit even helemaal dicht. Zo. 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 Ja, en de laatste. Dus 1 trap op zijn kop. Op zijn kop. Normaal. Normaal. Op zijn kop. Oh. Eentje op zijn kop. Keiplaat, keiplaat en een keiplaat. Oké, en dan is je huisje helemaal af. Vond je dit nou een leuk huis? Geef de blauwe duimpjes omhoog uiteraard. En abonneer op mijn kanaal als je het al niet hebt gedaan. Ik zou zeggen, de mazzel.